receive the word. The presence of the Lord is all that we need. De aanwezigheid van de Heer is alles wat we nodig hebben. I don't know about you, but as for me, ik weet niet over u, maar voor I just mij, want His presence. Ik wil gewoon zijn aanwezigheid. In the last few days, I've been talking to the Lord. Last few weeks, last few during the fasting and the prayers. Tijdens vasten en gebed sprak ik tot de Heer. I kept saying to the Lord. Ik zei tot de Heer. Your presence. Uw aanwezigheid. Your glory. Uw glorie. Your life. Uw leven. Your wisdom. Uw wijsheid. Your spirit. Uw geest. That's all I need. Dat is alles wat ik nodig heb. As I go on my job. Als ik naar mijn werk ga. As I come back in. Als ik thuis kom. With my family. Met mijn familie. With my children. Met mijn kinderen. In the city. In de stad. On the street. Op wherever I am. Waar dan ook waar I need one thing. Ik heb één ding nodig. Your presence. Uw aanwezigheid. Thank you, Lord. Dank u, Heer. And I see that God is revealing Himself to His people this year. Ik zie dat God openbaart really? Openbaart zichzelf naar zijn mensen deze jaar. I see the Lord wanting to speak to you. Ik zie dat de Heer tot ons wil spreken. He wants to come and communicate with you. Hij wil communiceren met ons. He wants to teach you. Hij wil u leren. He wants to set you free. Hij wil u vrijzetten. By Himself. By zichzelf. Are you expecting Him? Verwacht u hem? Are you ready for him? Bent u klaar voor hem? Because what you don't expect, you don't get. Want als je niet in verwachting bent, dan kan je het niet krijgen. And when we come to God's presence, en als wij aan de aanwezigheid van de Heer komen, we come with expectation. Komen wij met verwachting. When you read the word of God, als je het woord van God leest, you read the word of God with expectation. Je leest het met verwachting. With desire. Met verlangen. With a longing. Met een verlangen. With a joy. Met vreugde. That after reading this word, dat na het lezen van deze woord, something will break loose in your spirit. Het zal doorbreken in je geest. You cannot be under the true word of God and be bound. Je kan niet onder het waarlijke woord van de Heer zijn en in verbonden zijn. The word of God breaks every chain. De woord van God verbreekt elke kettingen. Set us free. Zet ons vrij. And moves us up. En brengt ons naar boven. Hallelujah. 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 Come on, Hallelujah. Just pray if you can. Just pray. Just pray in the spirit if you can. Just give Beat the Lord praise. The give Him glory this morning Christ. And just praise Him. Give Him glory this morning. Thank Him for the workings of His Spirit in your life. Thank Him for what He's going to do this year. Amazing things, amazing things, amazing things, mighty things, glorious things. Your today will be better than yesterday. Your walk with God this week will be better than ever. Something new is happening in this atmosphere. Something new is happening. Freedom, I sense freedom. I sense deliverance. I sense the move of the Spirit of God in this place, setting men free, setting people free and releasing them into the automatic plan of God for their lives. I see the Lord lifting people out of the dungeon. I see the Lord breaking heaviness. I see the Lord taking away weariness. I see the power of the Spirit. I see the power of the Spirit moving right now, and it's touching you. It's touching your soul. It's touching your spirit. It's touching your body. It's touching your mind. I see somebody being renewed in the mind. It's the Holy Spirit. It's not me. It's the Holy Spirit. I see the Holy Spirit changing the mind of someone here right now. I see the Spirit of God transforming lives and breaking chains. I see the Spirit of the Lord lifting someone out of that challenge, out of that depth, out of that tears and depression, and setting you loose to fulfill the purpose of God. Thank you, Father.
see the garment of heaviness rolled away. Thank you, Lord. Thank you, Heer. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, somebody say, praise ye the Lord. Amen. Say, praise one more time, say it again from your heart. Praise ye the Lord. Praise the Heer. Can you say it louder with me? Praise ye the Lord. Praise the Heer. Luke chapter 4. Lucas hoofdstuk 4. Luke chapter 4. Lucas hoofdstuk 4. I want to share with us this morning. Ik wil met ons delen deze ochtend. By the Spirit of God. Door de Geest van God. What I call walking in the steps of Jesus. Wandelen in de stappen van Jezus. Walking in the steps of Jesus. Wandelen in de stap van Jezus. Luke chapter 4. Lucas hoofdstuk 4. Can I say this very quickly? Kan ik dit heel snel zeggen? How many of us understand that January is almost over? Hoeveel van ons begrijpen dat januari is bijna voorbij? I mean, January is gone. Januari is voorbij. 1 out of 12 is almost over. 1 van de 12 maanden zijn is al voorbij. And the Lord began to speak with me. En de Heer begon tot mij te spreken. This is a new year. Dit is een nieuwe jaar. What will be different about this year? Wat zal een verschil maken over deze jaar? 2018 was gone. 2018 is gegaan. And now we're in 2019. En nu zijn we bij 2019. And can you see that 1 month is already gone? Kan je zien dat 1 maand is al klaar? 1 month is gone. 1 maand is al klaar. And I begin to ask the Lord. En ik begin de Heer te vragen. 2019 cannot be like 2018. 2019 kan niet zijn zoals 2018. Because God wants to do something. Want God wil iets doen. I am ready. Ik ben klaar. And if you don't want 2019 to be like 2018. En als u niet wil de 2018. So then that means something has to change. Als u niet wil de 2019 zoals 2018 wordt, dat betekent dat iets moet veranderen. We cannot do the same thing. Wat kan u hetzelfde doen? And expect a different result. En een andere resultaat verwachten. While I was praying. Toen ik was aan het bidden. Asking the Lord. Vragen aan de Heer. What is it that you want us to do? What is it that you will that we gaan I doen? I heard the voice of the Holy Spirit. Ik hoor de stem van de Heilige Geest zeggen. Walk in the steps of Jesus. Wandel in de voetstappen van Jezus. Walk in the steps of Jesus. Wandel in de voetstap van Jezus. I know you have many books you are reading. Ik weet dat u heeft heel veel boeken waar je leest. That tells you 10 steps to greater things. 10 stappen naar grotere dingen, zegt ze. I know there are many things you are reading on how to take steps and be free. Om hoe je stappen kan nemen en vrijgezet worden. But the Lord said to me, maar de Heer zei tegen mij. Why not look at the life of this wonderful Savior Jesus Christ? Waarom kijk je niet aan het leven van deze wonderbaarlijke verlosser Jezus Christus? At 33 and a half years. 33 and a half years. He was done with his work. Hij was klaar met zijn werk hier. He had only 12 disciples. Hij had alleen maar 12 disciples. Only 12 people. Alleen maar 12 mensen. With these 12. Met deze 12. The world cannot recover. De wereld kan niet herstellen. It touched the world. Hij heeft de wereld aangeraakt. It changed the lives of many. Hij heeft de leven van velen veranderd. Even my life. Zelfs mijn leven. Jesus changed my life. Jezus verandert mijn leven. Why not just follow his example? Waarom gaan we gewoon zijn voorbeeld niet kunnen volgen? And this morning, all we are going to do is look at his life. Deze ochtend gaan we zijn leven kijken. And we pick one thing. And we nemen één ding from his life. Van zijn leven. And we pray. En we gaan bidden. And I want to tell you. En ik wil u zeggen. If you believe the Lord. Als u gelooft de Heer. 2019 will be different for you. 2019 oh, you didn't say amen. Amen. I said 2019. 2019, in the name of Jesus, in de naam van Jezus, will be different for you and for me. If you believe it, say amen. Amen. Luke chapter 4, verse 1. Lucas 4, verse 1. And Jesus, and Jesus, being full of the Holy Ghost, full van de Heilige Geest, returned from Jordan, keerde terug van de Jordaan, and was led by the Spirit. En werd door de Geest into the wilderness. Naar de woestijn geleid. Let's stop there. Laten we daar even stoppen. What I want to focus on very quickly this morning.
Waar ik mijn focus wil hebben deze ochtend. Is one of the most important parts of the life of Jesus. Is een van de meest belangrijkste deel van de leven van Jezus. The Bible says he was led by the Spirit. De Bijbel zegt hij was geleid door de Geest. If this year will be different for us. Als deze jaar anders zal zijn deze. We jaar, have to be led by the Spirit of God. Wij moeten geleid door de Geest van God. You have to receive direction from heaven. U moet richtingen ontvangen vanuit de hemel. So everything that Jesus did. Dus alles wat Jezus deed. Sister Lisha, he did not do it just plotseling. Hij had het niet plotseling gedaan. You know, I see many people say, well, I just did it. I'm going. No, Jesus was very careful of one thing. Jezus was heel voorzichtig over één ding. What is the Spirit of God saying? Wat zegt de Geest van God? I want you to lead me. Ik wil dat u mij zal leiden. I want you to direct me. Ik wil dat u mij richting zal geven. In the choices I make. In de keuze wat ik moet maken. In the places I go. Plekken waar ik moet gaan. In the things I do. Dingen wat ik doe. With the people I walk with. Mensen waarmee ik werk. Lord Jesus. Heer Jezus. I cannot go on without the leading of the Holy Spirit. Ik kan niet verder zonder de leiding van de Heilige Geest. Why life is a bit difficult for us? Waarom leven het beetje moeilijk is. Why marriage is difficult? Waarom huwelijk moeilijk is. Why growing in God is difficult? Groeien God moeilijk is. It's because we do many things without asking the Holy Spirit. Omdat we veel dingen doen zonder de Heilige Geest te vragen. We do business without asking the Holy Spirit. We gaan gewoon zaken doen zonder de Heilige Geest te vragen. We go into a relationship without asking the Holy Spirit. We gaan in relatie zonder de Heilige Geest te vragen. We take a job without asking the Holy Spirit. We nemen een baan zonder de Heilige Geest te vragen. And many Christians do not know how to hear from the Holy Spirit. Heel veel christenen weten niet hoe ze moeten horen van de Heilige Geest. Do you know the greatest thing that can happen to you? Weet je de grootste ding wat met jou kan gebeuren? The moment you can begin to hear the Holy Spirit, that is the day you are free from all the limitations of this world. Het moment dat je de Heilige Geest kan horen, dat is de dag dat je vrij kan worden van alle limitaties hier op aarde. The Holy Spirit did not lead him to the city center. De Heilige Geest heeft hem niet geleid naar de stad. I want the Holy Spirit to take me to where people will see me, man. Ik wil dat de Heilige Geest mij leidt naar waar mensen mij kan zien. Where people will see the glory of God. Waar mensen de glorie van God kan zien. No, the Holy Spirit sent Jesus to the wilderness. De Heilige Geest stuurt Jezus naar de woestijn. Can I tell you something? Kan ik u iets zeggen? It does not matter the condition of that place. Het maakt niet uit de conditie van de plek. If the Holy Spirit sent you there. Als de Heilige Geest je daar stuurt, you are in charge. Dan ben je in oh, control. You did not hear me. Je hebt mij niet gehoord. I said, even if it is the sea, zelfs als het in de zee, in the wilderness, in de woestijn, if the Holy Spirit said, my daughter, go into that wilderness, als de Geest van God zegt, mijn dochter, ga daar naartoe, it may look, you see beasts in the wilderness, dan je ziet wel dieren daar, you see wild animals in the wilderness, wilde dieren. But the Spirit of God said, go there. Maar de Geest van God zegt, ga daar naartoe. He is not taking you there to destroy you. Hij gaat je daar niet brengen om je te vernietigen. He is taking you there to help you build capacity. Hij neemt je daar naartoe om je make te helpen. Make a brother solo by ya. One of the things that is missing in the church. Een van de dingen wat mis in de kerk. You have Christians without capacity. U heeft christenen zonder capaciteit. They know the word of God. Ze kennen het woord van God. They can read the word of God. Ze kan het woord lezen. They can speak it. Ze kan het spreken. But they have not been led. Maar ze zijn niet geleid. To go into the place where they can be tested. Om naar de plek te gaan waar ze kan getest worden. The challenge we face in life is not meant to destroy us. De uitdagingen wat we doorheen gaan in het leven is niet bedoeld om ons te vernietigen. They are meant to build us up. Is bedoeld om ons op te bouwen. To make you stronger. Om jou sterker te maybe maken. Last year you had a terrible accident. Misschien vorig jaar had je een vreselijk ongeluk. You had a terrible experience. Vreselijk ervaring. You had many funny things and people were mocking and laughing at you.
Heel veel rare dingen dat mensen zelfs gingen uitlachen. You went through difficult situations. Door moeilijke situaties heen gegaan. Maybe it was God that was leading you to your wilderness. God die je leidt naar je woestijn. So that you can build capacity. Zodat je capaciteit kan bouwen. So that when you come out. Zodat als je buiten komt. You come out full of the Holy Spirit. Je komt vol van de Heilige Geest. You come out strengthened by God. Met kracht van God. The leading of the Holy Spirit. De leiding van de Heilige Geest. You don't decide where the Holy Spirit will lead you. Je kan niet beslissen waar de Heilige Geest je naartoe zal leiden. That I wish I can tell the Holy Spirit, please lead me. Als ik wens dat ik de Heilige Geest kan sturen waar hij mij naartoe moet leiden. You know, there are some brothers, I remember myself when I was trying to get married. Ik herinnerde mijzelf toen ik wilde trouwen. And I was looking at a particular sister. En ik keek naar een zuster. And I was asking the Holy Spirit. En ik vroeg aan de Heilige Geest. Holy Spirit, lead me to her. Leid mij naar lead haar. Lead her to me. Leid haar naar mij toe. That is your own, and that is where most of us are operating. And that is the realm, the sphere. That is why we don't get the will. We are asking the Lord, Father, I want you to lead me, but you are already going somewhere. You are already going, and you are asking the Lord, Lord, lead me, Lord, lead me. And the Lord says, you are going your own way. I cannot lead you. Je gaat op je eigen manier en je vraagt Heer, leid mij. Psalm 23. Let's read Psalm 23. Psalm 23. Come and see. Psalm 23. Come with me to Psalm 23. Kom met mij. I must be led by the Spirit of God this year. Ik moet geleiden door de Geest van de Heer deze jaar. I say the Spirit of the Lord will lead me this year. De Geest van de Heer zal mij leiden. Oh, the Church of God will be led by the Spirit of God. Amen. Psalm 23 says, can we read it? Are you there? I read from verse 1. You know it. From verse 1. Can I read it? Kan ik het lezen? He said, the Lord is my shepherd. The Heer is my helder. I shall not want. My ontbreek niks. Verse 2. He make me to lie down in green pastures. Hij doet mij neerleggen in. What did he do next? He leads me beside the still waters. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Can you see that? Can you that see? He leads me beside the still waters. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. That's where I get the refreshness from heaven. Daar krijg ik verfrissing vanuit de hemel. I get satisfaction from heaven. Ik krijg tevredenheid vanuit de hemel. By the still waters, you are cleansed from all your sins. Door zachtjes water zijn je ben je schoon. The water of life gives you strength to go forward. Het water des levens geeft je kracht om verder te gaan. Where God leads you determines what He wants to do in your life. Waar God je naartoe leidt bepaalt wat God in je leven wil doen. If the Lord led you here this morning, it's because He wants to take you to the next level. Als God je deze ochtend hier heeft geleid, dat betekent God wil je naar de volgende niveau brengen. So check your life. Kijk je leven. Where am I going? Waar ga ik naartoe? What kind of people am I meeting? Wat soort mensen kom ik? What kind of life am I living? Wat soort leven leid ik? Because where God leads you to. Waar God je naartoe leidt. Tells me what He wants to do in your life. Vertel mij wat Hij in je leven wil doen. Maybe the Lord is leading you to the place of prayers this year. Misschien God leidt je naar de plek van gebed deze Maybe jaar. Maybe the Lord is leading you to the place of intercession this year. Misschien leidt God je naar een plek van in de braas. Maybe the Lord jaar. Is leading you to the place of study of the Word of God. God leidt je naar de plek van studeren. There is a river that is flowing. Er is een rivier die vloeit. And the moment the Spirit of God leads you to this river, something changes in your life. Op het moment dat de Geest van God je naar deze rivier brengt, dan iets verandert in je leven. You may be terrible last year, you may be terrible yesterday, but when you get to the rivers of living water, the yoke is broken and everything comes afresh. Misschien was je gebroken vorig jaar, maar als je tot de levend water komt, dan komt alles weer verfrissen. Vers 3 zegt, when God leads me to the still waters. Als God mij leidt naar de stille waters. Why is He doing that? Waarom doet Hij Verse dat? Three. Verse 3. He wants to restore my soul. Hij wil mijn ziel herstellen. He wants to restore my soul. Hij wil mijn ziel herstellen. Your soul is the place of emotion. Je ziel is de plek van emotie. You know, sometimes many of us, we don't even know how to say no.
Soms, sommigen van ons weten niet hoe wij nee moeten we zeggen. We struggle with taking decisions. We strijden met beslissingen nemen. We struggle with making commitment. We strijden met toewijding. Many times you say, Lord, I will do this, I will do this, but you never do it. Vaak zeg je, Heer, ik ga dit en dat doen, maar je doet het nooit. Check how many things you wrote last year. I will do this, I will study this, I will go here, I will do that, I will change my ways, I will become this, but you did not do one of them. Kijk hoeveel dingen je zegt, Heer, ik zal dit, dat aan de andere doen. Some of us did two. Yeah. En je hebt het niet gedaan. Some of us, we did two out of ten. Misschien heb je twee van de tien gedaan. That is your soul. That is your ziel. I said this on Friday. Ik heb dit vrijdag. And let me explain it to you today. Ik ga het uitleggen weer. As you are looking at me. Als je mij kijkt. I am made up of three things, right? Ik ben gemaakt op drie dingen. My body. Lichaam. Everybody see my body, my soul, ziel, and my spirit. En geest. When you give your life to Jesus, wanneer je leven geeft aan Jezus, your spirit is joined with the spirit of God. Uw geest is gehecht aan de geest van God. And your soul comes under the influence of the spirit of God. That en is in your spirit. Ziel komt onder de invloed van de geest van God. Is it clear? Your spirit, geest, your soul, ziel, your body, lichaam. So, if your spirit is receiving from heaven, als uw geest ontvangt uit de hemel, it will flow into your soul. Het vloeit in je ziel, and it will influence your body. En gaat invloed. Sometimes, if you lichaam. Want to receive healing, soms als je genezen moet ontvangen in your body. In uw lichaam. You need to connect your soul to the spirit of God, your spirit that is in Jesus. U moet uw ziel in contact brengen met uw geest. As you begin to receive your healing, als u uw genezen begint te ontvangen, you fill your spirit with the word of God. U vult uw ziel met het woord van God. I am free. Ik ben vrij. I receive the word of God. Ik ontvang het woord van God. I receive the life of God. Ik ontvang het leven. Your spirit begins to receive it. Uw geest begint het te ontvangen. You begin to receive it. U begint het te ontvangen. It flows to your soul. Het vloeit naar uw ziel. Your soul comes under the control of the spirit of God that is connected to your spirit. De ziel wordt onder de controle van de geest die is in contact met de geest van God. Then you will see the manifestation in your body. Dan ziet u de manifestatie in uw lichaam. There are habits you want to break. Er zijn gewoontes die je wil breken. You cannot break it by just talking. Je kan het niet breken alleen door you praten. Need to get into the spirit. U moet in de geest komen. Receiving the word of God. Ontvangen het woord van God. John chapter 6 verse 63. Johannes 6 vers 63. He said the word I speak to you. Het woord die ik spreek they are spirit and they are life. Zijn geestelijk en levend. As you begin to receive that word. Als je begint het woord te ontvangen. That habit will be broken in the physical. Die gewoonte wordt gebroken in het fysiek. Now check this. Let op. What Satan does, what the devil does, he now goes to form, to block your spirit and your soul. He comes in between it. Hij komt tussen je ziel en je geest. So that everything you are receiving, you no longer receive from heaven. Dat je niet meer ontvangt uit de hemel. So even when heaven is pushing your healing to you, dus zelfs wanneer de hemel duwt je genezing tot u, something has blocked it. Each come to say, you cannot receive it. Je kan het niet ontvangen. Isaiah chapter 6, Isaiah hoofdstuk verse 1, verse 8, he said, the year that Uzziah died, in the year that Uzziah I saw the Lord. Exactly here. Because if Uzziah does not die, but as Uzziah niet geen you cannot receive the things of the Spirit. Je kan de give me Isaiah chapter 6, verse 1. Geef me Isaiah 6, verse this morning 8. You are going to pray. Deze ochtend ga je bidden. Whatever has limited me from seeing the glory of the Lord. Alles wat een limiet heeft gevormd. Today they must be rolled away. Vandaag I didn't hear you. Whatever has stopped my healing. Alles wat mijn genezing heeft. Whatever has stopped my freedom. Alles wat mijn vrijheid heeft gestopt. See, there is a level you should be operating. Er is een niveau waar je moet there is operating. A dimension of wisdom that you should be operating. Een dimensie van wijsheid. Oh my God. There is a kind of life, Abdul, that you should live. Er is een soort leven wat je moet leven. Whatever is blocking it. What it, a blockade in the name of Jesus, in the name of today Jesus. It must be rolled away. If you believe it, say amen.
Isaiah chapter 6 verse 1. Isaiah 6 verse 1. Are you there? Isaiah 6 verse 1, not Jeremiah. Yesiah. Isaiah chapter 6 verse 1. Are we there? He said, in the year, look at it in your Bible, in the year that King Uzziah died. In it, yeah, that's coning Uzziah's there. I saw also the Lord Zag ik de Heer, sitting upon a throne, zitten op een hoog, high and lifted up, and verheven throne, and his train filled the temple. And the showman van zijn gewaad next verse, to the temple. Next verse. Uh-huh. Next verse. Give me next verse quickly. Verse 3. He said, and I began to hear angels crying one to another and said, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. So the earth was full of the glory of God. De aarde was vol met de heerlijkheid van de Heer. But Isaiah did not see it. Maar Jesaja zag het niet. Why? Waarom? Uzziah. Uzziah. Why? Waarom? There are people in your life that are limiting you from seeing the glory of God. Zijn mensen in je leven die je limiteert om de glorie van God te kunnen zien. You don't know. See, that is why this year you need to ask the Lord, lead me, lead me, lead me, direct me. There are relationships that are covering the glory of God over your life. Er zijn relaties die de glorie van God bedekt over je leven. There are habits. Gewoontes. See, this year you need to come to a point where you will say, Lord, if you will not ask me to go, if I don't hear you clearly, I will not go. Als ik u niet duidelijk hoort, Heer, ga ik niet. There are people, Shagel, there are people that you need to cut them off completely. Er zijn mensen die je moet echt. So that you can see the glory. Van totaal. Somebody say, I want to see the glory of the Lord. See, the glory of the Lord is all that you need. I want the glory. I want the glory. Ik wil de glorie. Receive the word.